Minister Rabin Parmisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vanmorgen tijdens een persconferentie in het LVV Sizegebouw aangegeven dat er een Caribbean Task Force for Food Safety wordt opgericht. Dit is een uitvloeisel van de onlangs gehouden driedaagse regionale workshop. De workshop had als onderwerp het vaststellen van de gecoördineerde voedselveiligheidsstandaarden. De workshop is georganiseerd in samenwerking met de Caribbean Health and Food Safety Agency, CAFSA, en de Wereldvoedselorganisatie, FAO. De taskforce zal onder de paraplu van de CAFSA vallen. Deze taskforce is een uniek forum voor voedseltoezichthouders uit de regio die CAFSA zullen adviseren bij het vaststellen van prioriteiten op het gebied van voedselveiligheid, het versterken van de Caribische voedselveiligheidsinstanties en het streven naar harmonisatie van voedselveiligheidsstandaarden in de regio. Dit is een doelstelling die onze voedsel- en agrovoedselproducenten ten goede zal komen. Niet alleen in Suriname, maar ook in de regio. Het zal helpen om een aantal problemen met betrekking tot markttoegang, waarover ik het had, op te lossen en biedt meer mogelijkheden voor afzet van producten in de hele regio. Deze taskforce zal ook methoden identificeren om een regelmatig dialoog met de voedselproductiesector mogelijk te maken. Simeon Collins, CEO van CAFSA, zegt dat de oprichting van de taskforce een leegte zal opvullen in de Caribische mechanismen voor coördinatie van voedselveiligheid. Ook minister Parmisser is de mening toegedaan dat CAFSA zal profiteren van advies van deze taskforce over diverse aspecten van voedselveiligheid. We hebben toegezegd de aanbevelingen van de voedselveiligheidsexperts die vorige week in Suriname waren, uit te dragen. Dit is een van de eerste stappen om uit te dragen. CAFSA kan rekenen op de ondersteuning van onze regering bij het indienen van het voorstel tot de oprichting van deze taskforce bij de ministerraad van Handel en Economische Ontwikkeling van de CARICOM-landen, de COTET. We zullen ook concrete veranderingen tot stand moeten brengen in Suriname. We zullen ons richten op onze instellingen, onze voedselveiligheidsprogramma's en de evaluatie van hun prestaties. Opzetten is één, prestaties, maar controle en upgrading daarvan is een ander verhaal. Maar we zullen erop toezien. We zullen ook werken aan het moderniseren van onze capaciteit. We zullen dat moeten doen. Regelgeving zal gemoderniseerd ook moeten worden. Begeleiding van de industrie en het aanbieden van diensten voor het testen van voedsel. Minister Parmisser gaf tijdens de persconferentie ook aan dat er samen met de partners gewerkt zal worden aan het bewust maken van de belanghebbenden in de voedselproductiesector. Deze zullen ook worden voorbereid om te voldoen aan de eisen van zowel binnenlandse als internationale markten.